Welkom terug. We zijn nu bij ons tweede item voor vanavond. En als gasten hebben wij zuster Sum Atmo Dimejo. Sumina. Sumina, hele volle, mooie volle naam. En broeder Orlando Russo Vichoyo. Zuster Sum is normalitair voorzitter diaconie van de gemeente Wisma Azita Benispar. En broeder Orlando Russo Vichoyo, is voorzitter van overlegorgaan van de gemeente der evangelische broedergemeente in Suriname. Ze zullen hier vanavond bespreken een activiteit, een evenement die ze zullen organiseren. En dan kijk ik naar deze kant. Van harte welkom en goedenavond, zus. Broeder, van harte welkom en van harte goedenavond. Het is voor ons een waar genoegen om u in ons programma te hebben. En we gaan vanavond bespreken een evenement dat op komst is, heel gauw. Wat zullen we hebben? Nou, voor ik verder ga, wil ik u heel hartelijk dank zeggen voor deze gelegenheid. Graag gedaan. Ons aangeboden. En ik wil ook Televisie Garuda heel hartelijk dank zeggen. Ook de Radio Garuda. Voor deze gesten aan ons. Gemeente Wisma AC. Ja. Ja. Nou, in verband met de Javaanse immigratie, herdenken Javaanse immigratie, hadden wij gedacht als Wisma AC, maar in het bijzonder Commissie Diaconie van Gemeente Wisma AC, hadden we gedacht om toch mee te vieren, toch mee te herdenken dat jaren geleden onze Simba Piot Piot Kangatjanga gekomen is. Waren zij er niet, waren wij er ook niet. Zeker. Dus toen hebben we gedacht, nou, we willen dit jaar ook mee vieren. En daarmee hebben wij dan onze gedachten laten gaan. Wat zullen we daarvan doen? En toen, de commissie bestaat met 16 leden. Okay. Ja, broeders en zusters, waarvan ik de leiding mag hebben in die commissie. Yeah. Toen hebben we gezegd, nou, het is de Javaanse immigratie komt straks. Dus zullen we dan ook in Japan een Java Night organiseren? Helemaal. En nou, het was direct aangenomen. En toen zijn we aan het werk gegaan, twee maanden geleden. En we zijn elke week in bespreking. Voor de voorbereidingen. Voor de voorbereidingen. We hebben dan de dominee op de hoogte gesteld, het gemeentebestuur van Wisma AC. En ze waren er allemaal enthousiast over. En toen hebben we toen vergaderd met de groepen, want Wisma AC heeft 16 groepen, alleen zuster, hè, zusterkring, we hebben ook een zusterkring, onderverdeeld in 16 groepen. En we hebben ze dus uitgenodigd naar de dienst, hebben ze uitgelegd wat onze ideeën waren en ze waren allemaal enthousiast. Oh, dat moet en zeker op die dag, we hebben toen ze uitgelegd wat wij van plan zijn, ja. Wat wij zullen verkopen op die avond. Maar wanneer is het dan precies? Het is 6 augustus, zaterdag 6 augustus. Oh. We hadden gepland op 8 augustus, maandag, omdat de volgende dag een vrijdag zou zijn. En, maar toen is er een kind in de kabel gekomen. Oh, misschien is het juist goed precies opzetten. Juist goed. Ja. En toen hebben we vervroegd, TV. Oh ja, het heeft Mundor wij. Ramatje Mundor. Dan hebben we die zaterdag, 6 augustus, hebben we dan daarop gemeen. En waar zal het worden? Het wordt gehouden op het terrein van Wisma AC. En er zijn twee ingangen. U kunt terecht via de Londenstraat, maar u kunt ook terecht via de New Yorkstraat. Dat is makkelijk. Ja. En hoe laat mag het beginnen? De inloop is om 17:30. Ja. En we hebben een heel groot verzoek aan alle onze Javaanse broeders en zusters. Dat ze op die avond komen in kabaya, de zusters. En de broeders in batik en hoe dat ding? Plankong. Plankong, ja. In Plankong. Ja. Je mag ook komen in Katakomprang. Je mag ook komen in die broeders. Ja. Maar de zusters, allemaal, alstublieft. Het is een heel groot verzoek via ons. Oké. Okay. Ja, maar allemaal in Karikat. Ik denk dat het een makkelijk verzoek is. Ja. Ik kom zo meteen bij terug. Ik richt me door broeder Orlando Russo Vichoyo. En als voorzitter van overlegorgaan Javaanse gemeenten der EBGS,
wil ik u vragen, hoe is het eigenlijk begonnen met de Javaanse zending? Ja, La Casse is het begin. U mag ook heel veel. Ja, dus jampoor. Ja, ja, dan hoef je het niet meer te vertalen. Waar het om gaat is dus dat bij de immigratie, wat we dus nu eigenlijk ook in Suriname gedenken, dus vanaf 1890, ja, dit jaar wordt het 26 jaar, moet u ook weten dus dat eigenlijk bij de immigratie, dus immigranten uit Java zijn gekomen, maar meer een deel waren dat moslims. Ja, dus daartussen waren er geen christenen. En naderhand is er dus vanuit Nederland ja, eigenlijk dus de behoefte ervaren om dus dan ook een Duitse zendeling naar hier toe te sturen. Dat is Herman Bielke, die dan in 1909 naar hier toe is gekomen om eigenlijk de plaats Leendal, een Kamoeine daar, ja, op te zetten, een kinderhuis vanwege het verlaten van die slavernij, vestiging daar op Leendal. Is hij dan naar hier toe gekomen om dan als Duitse zendeling om onder de Javanen, onder de Javaanse immigranten, dus het evangelie te verkondigen. Uiteraard is hij dus dan gekomen. Hij is ook naar Indonesië gegaan om ook dan de Javaanse taal en cultuur ook dan te gaan studeren en te leren. Maar het is eigenlijk bij ons begonnen, bij de Javanen, met Niti Pawiro. Niti Pawiro is dus eigenlijk ook een van de immigranten die in Nikeri, daar ook werkzaam was. Hij was dus eigenlijk een santri. Ja? En iemand die dus een santri, dus eigenlijk ook geen analfabeet, maar iemand die wel kon lezen en schrijven. En hij was op bezoek een keertje bij zijn vriend. Met zijn Chachi. Ja, Jetta? Zo noemen we dat Chachi, hè? Chachi. Zijn samengekomen, zijn Kapalsiji. Zijn ze samengekomen, en wat zo. Nee, op een keer reizen in hetzelfde kapel, yeah. Worden ze Chachi genoemd, dan ze worden ze West-Tuloor. Ja. Reisgenoten, scheepsgenoten, dus dat is Chachi wat zij bedoelt. Ja. En hij was op bezoek bij zijn vriend en ze waren bezig dus koffie te drinken en ze waren bezig dus om te roken. En op een gegeven moment was sigarettenpapier dan op en hij vroeg naar een sigarettenpapier. En die vriend van hem die begon dus uit een boek. Uit een boek wat papier te scheuren om het te gebruiken als sigarettenpapier. Maar zijn vriend kon waarschijnlijk niet lezen. En Niti Pawiro die wel dus kon lezen in Javaanse dingen en zo. Heeft dat gemerkt en zei van, maar je scheurt iets uit een boek van de christenen, een heilig boek. Je weet niet wat je daar allemaal doet. Zo zie je dat Gods geest ook op die manier bezig is geweest om ook via Niti Pawiro, die toch dus een santri was, iemand die echt fanatiek was ook in het moslimgeloof, dat hij dus dan ook zijn geest via dus Niti Pawiro ook op die manier heeft gedaan. En hij heeft dan het boek gevraagd en zich daarmee gaan verdiepen. En Gods geest heeft hem aangeraakt en hij is dus dan ook in die keer gedoopt. In de Vredeskerk. Hij is ook daar begraven in daar de plaats Hazard. Is hij daar begraven. En eigenlijk is dan hij als intermediair begonnen ook met dominee Bielke. Om dan naar de mensen te gaan, de plantages te gaan. Om dan het evangelie te verkondigen. En in welk jaar was dat? In 1909 is dus eigenlijk dominee Bielke gekomen. Dat typeren wij als dus dan het begin van de Javaanse zending in Suriname. En tot nu toe zijn we dus dan nog staande. En als overlegorgaan hebben wij dus binnen de Javaanse gemeentes van de Evangelische Brede Gemeente, hebben we dan 10 gemeentes verspreid in stad en districten, waarbij we dan nog een band hebben met elkaar, een stukje verbondenheid met elkaar, waardoor wij dus dan ook de gemeente Wisma Asse, een van ze is, ook blijven ondersteunen, ja, met elkaar, activiteiten. Want de jongeren nu weten niet wat de geschiedenis is. Precies. En het is altijd goed dat we de geschiedenis kennen. Ja. En het overdragen aan de jongeren. Ja. Want anders gaat de geschiedenis verloren. En dat willen we niet. Nee. Ja? Dat is mijn deel wat dus het begin van de zending betreft. Okay. Ja. Heel prettig is dat. Dan keer ik terug naar zuster Sumina. Mooie naam. Suiko. Zus, die avond zullen er activiteiten zijn. Net voor nou een Java night.
dan verwacht ik zeker, je weet, net wong zo wuk is een panganan, makanan, mesti ono. En aangezien ik ook weet dat u een keukenkoningin bent, ga ik niet eraan twijfelen dat er geen eten gaat zijn. Nou, er gaat niet zodanig eten zijn. Okay. We hadden gedacht om die avond alleen maar snacks. Okay. Maar ser chowo. Snack chowo. Panganan chowo. Wongo. Toch? Wongo. Ik moest die, kunnen ze zich herinneren wat het is, maar anderen misschien ook niet, dan ga ik dat uitleggen. We hebben kaneel. Okay. We hebben mandoot, tiwol, lemet, kemplang, lemper, apem goreng, apem kordok, lapis van rijstmeel, want dat is de originele, hè. Nu maken sommige mensen maken van maïzena, maar dat willen we niet. We willen dus van rijstmeel hebben. Yeah. Onde-onde, kata, kedok lindri, wacke, nto-nto. Dat kan ik even. Yeah. Kandos, dat kan ik straks weer. Ireng kenang kendol, singkong, dat kan ik weer straks weer. Ireng-ireng, pisang kemul, en kulong-kulong, satelliet, klepon, ja toch? We hebben dan peye, chips, zoute pindang. En dan hebben we soepsoorten. Okay. We hebben dan bakso en soto. Okay. Dus we willen geen eten hebben. Nee. Dat maar gewoon. Yeah. Omdat we ook entertainments hebben. Hè? We gaan het openen met een dans. Natuurlijk gaan we een heel korte overdenking hebben. Dominee Jesse gaat dan voor in het gebed. En daarna hebben we dat opvoering. Het Onze Vader, Toromokaulo. Dat is het Onze Vader, Toromokaulo is in het Javaans. En die dans wordt dan opgevoerd door de kinderen van Wisma Ase, de jeugd van Wisma Ase, onder leiding van Mbak Sarikum Kasan Pawiro. En dan hebben we twee andere dansers. En een entertainment door een broeder, en we gaan het geen naam noemen. Het is een verrassing. Yeah. En dan hebben we een karaokeavond. Okay. Ja, een karaokeavond hebben we. En dan gaan we afsluiten. Okay. Intussen is de tijd dan vergevorderd. Okay. Dan gaan we afsluiten. Yeah. Met een verrassing ook. Okay. Om terug te komen op de gerecht, op de snacks, wil ik het even laten. Waarom? Omdat ik vind dat men moet komen om te komen kijken. Eten, als ze aan het weten van tevoren, dan laten ze dan komen op die dag. Ja. En ik denk dat het een fondsvormend karakter heeft. Ja, het heeft een fondsvormend karakter, maar we willen toch niet zo geweldig duur maken, of we heel veel dat je daarmee gaat zitten. Dus op is op. Yes. Maar we hebben ook een in, we hebben Witam Rondé. Ja. De mensen kennen het niet, maar als u komt die avond, we nodigen u allemaal uit. Yeah. Of u nou christen bent of niet, u bent allemaal welkom. Okay. Iedereen is welkom. Wong Jobo, Wong Pongsolio, allemaal zijn welkom. Okay. We hebben Witang Ronde, we hebben saté. Sateke, we hebben ook tahulantam. Oké. Okay. U heeft nu de gelegenheid, u bent hier, het mag ook van broeder uitkomen, het mag van zus uitkomen. Mongo, para... Pamirso dan Pamirso TV Garuda, piso di panggil lewat TV Garuda, kontak kok, itu berarti sangki. Nge, para sutresno, amit mawon, kula ajeng, napa niku, posong ngoko mawon. Iya. Awak ITW, pasamuan Wisma Ase, in London Stad of op New York Straat. Awak itu ada pengenak ke kabudayan. Ada pengenak ke kabudayan Jawa Night. Tanggal 6 Agustus, dino Sabtu. Terus dino Sabtu, tanggal 6 Agustus. Milo para sutresno, awak itu nyurui bisa bapak para sutresno kabeh bisa ngumpuli awak dhewe sing arep ngenake kabudayan Jawa Night. Okay. Monggo kula atas naminipun pasamuan Wisma Ase in London lan in New York Street, monggo kula nyurui panjenengan waketo napa niku angpuli waketo angguyupi kebudayaan Jawa-Jawa niki ya.
Kulonge. Ik ben ook naar Kulonge. Vertaling heeft dus weer even niet. We verwachten u allen op zaterdag 6 augustus rond 7 uur, zegt u? De inloop is 5:30. Oh, de inloop is 5:30. Ja, we beginnen dan precies om 7 uur. Oké, dan beginnen we dan om 5:30. Mm-hmm. En ik verwacht de gemeente Wisma, als ik verwacht en ieder op die dag aan de Londenstraat, aan de andere kant is de New Yorkstraat, op het terrein van gemeente Wisma Assen.